Goedemiddag allemaal, ik ben Feline Hermans. Ik ben hoogleraar Computer Science Education op de VU in Amsterdam. En ik ga jullie vandaag wat vertellen over hoe dat je brein werkt. En specifiek natuurlijk hoe dat je brein werkt als je aan het programmeren bent. Wat er dan gebeurt als je code verwerkt. Maar voordat we daar echt diep op ingaan, ga ik jullie ook een beetje meenemen in mijn persoonlijke geschiedenis. Want ja, waarom heb ik daar eigenlijk over en waarom heb ik daar een boek over geschreven? Soms denken mensen als ze horen dat ik een boek heb geschreven over programmeren en cognitieve psychologie, dat ik misschien een achtergrond heb in de psychologie, dat ik daar iets van weet. Dan weet je natuurlijk wel iets van, maar ik kom eigenlijk zelf ook uit de informatica. Ik heb informatica gestudeerd en ik ben gepromoveerd in de software engineering. Dus ik ben wel een beetje verdwaald op dat cognitieve gebied en ik wil je even meenemen in het verhaal hoe dat gekomen is. 10 jaar geleden ongeveer begon ik met het geven van programmeerlessen aan kinderen. Er was een programmeerclubje bij mij in de buurt in Rotterdam. En het waren leerlingen zo van 10 tot 14 die wilden leren programmeren. Op zaterdagmiddag, die hadden al een clubje, maar die docent was gestopt. En ze zochten een nieuwe docent. En via via kwamen ze zo'n beetje bij mij terecht van, oh, zou jij dat misschien leuk vinden? En toen zei ik, nou, dat lijkt me heel leuk. En ik dacht eigenlijk bij mezelf vooral, ja, dit wordt heel makkelijk, hè? Want dit zijn kleine kinderen. Ik weet alles over programmeren, dus hoe moeilijk kan het zijn om kinderen les te geven? En wat er toen gebeurde, een beetje onbewust, dus was niet dat ik daar echt heel erg expliciet over nadacht, maar wat er wel gebeurde is dat ik mezelf een beetje herinnerde, hoe leerde ik eigenlijk programmeren toen ik die leeftijd was? Dus dit ben ik. Toen ik een jaar of 10 was, zat ik zo achter zo'n gigantische computer. Want ik was toen heel klein. En computers waren heel groot, vooral monitoren waren heel groot. En ik was aan het leren programmeren. Dus ik was toen een jaar of 10. Hoe leerde ik toen programmeren? Nou, ik zat dus niet in een programmeerles. Want ik kende niemand die kon programmeren. Mijn ouders konden niet programmeren. Mijn vader had zich aan laten praten door iemand uit de buurt dat hij wel echt een computer moest hebben. Maar had ik dan ding, die gebruikte dat nooit en ik vond dat wel leuk. Dus ik had niet echt een programmeerles. Er was niemand die dat aan mij uitlegde. Maar ja, hoe leer je dan programmeren? En ik zag een paar mensen al knikken die misschien een beetje van mijn leeftijd zijn. Dat leerden wij, 40ers van nu, uit een boekje. Dus ik ging naar de bieb, met een kwartje, een gulden kwartje, ging naar de bieb. En dan mocht je voor 3 weken mocht je zo'n programmeerboekje mee naar huis nemen. Kun je kinderen tegenwoordig niet meer uitleggen, maar zo werkte dat. Dus ik had een boekje en daar stond op games. Ik dacht zo, games, dat zoveel Engels kon ik nog net. Dat wil ik, games, ja graag. Maar het was niet zo dat zo'n boek dan een beetje de rol van de leraar speelde en uitlegde hoe iets moest. Die zei niet van, dit is een variabele en dit is een for loop. Je deed zo'n boekje open en dan was het dit. Ja, type maar. Zat er dan geen cd bij? Een cd? Zat er dan geen diskette? Dat zat er allemaal niet bij. Dan moest je gewoon overtypen in de computer. En ik had natuurlijk helemaal geen idee, want er stond niet alleen die codes, snapte ik niks van, maar er staan ook allemaal Engelse woorden in, hè? Velocity en zo. Er was ook geen internet, hè? Er was geen Steam, er was geen Netflix. Had ik veel wat beters te doen dan al die codes overtypen. Ja, er stond games op de cover, dus ik kan straks games spelen. Type maar. En ik ben dus niet alleen, ik zag een aantal van jullie ook al een beetje schudden. Heel veel mensen van mijn leeftijd hebben op deze manier leren programmeren. Uit zo'n boekje, met heel veel geduld. En heel weinig eigenlijk, laten we zeggen, adult supervision. En daardoor zijn wij een beetje beschadigd geraakt. Wij. Dankjewel. Mensen. Want wij denken dat de compiler onze vriend is. Wij denken de compiler is echt een goede leraar. Want als je een foutje maakt, dan zegt de compiler gewoon, klopt niet. En ik dacht, oh, een foutje. Nou, dan ging ik dat allemaal repareren. Maar dat is natuurlijk niet per se echt zo, dat een compiler echt een hele fijne leraar is. Hè? Maar ja, wij hadden niks anders. Dus een beetje als je een kind bent en je hebt helemaal geen speelgoed, dat je zo'n plastic zakje hebt en dan teken je dan oogjes op. En dan zo, nou, dit is mijn knuffel. En zo voelen wij ons over de compiler. We hadden gewoon helemaal geen andere leraar. Dus we zijn maar gaan geloven dat de compiler onze vriend is. Maar compiler is eigenlijk helemaal niet zo'n fijne manier om te leren. Nou, hoe ging dat dan? Dus ik had echt dit idee. Hè? Dus ik dacht echt, ik zet die kinderen achter de computer. Ik print codes uit. Nou, dat is dan geen basic, want het is wel natuurlijk 30 jaar later. Maar dan print ik gewoon Python codes uit. En die geef ik dan aan die kinderen. En die gaan dat dan overtypen. Heel geduldig en zorgvuldig. En als het dan niet werkt, dan krijgen ze een foutmelding. En dan zullen ze vanzelf wel zien, hè, wat daar misgaat. Nou ja, wat kan er dan allemaal zo misgaan? Een stukje Python, dit ging op zich nog wel goed. Doe print en dan kwam er tekst in beeld. Dus ik was al, oh, tekst in beeld. Kinderen. Ja. Oké, er staat tekst.
volgende stap gaan we Minecraft maken. Hoe moet dat? Nou, eerst nog maar een paar regels tekst. Dus dit was ten eerste lang niet zo leuk en spannend als dat ik dacht dat het was toen ik 10 was. Maar vooral worstelden we heel erg met een compiler. Want kinderen maakten hele kleine foutjes en werden dan eigenlijk onredelijk hard afgestraft. Dit is echt een heel redelijk programma. Hè? Als je dus die print met een hoofdletter typt. Dat is logisch, want zinnen moeten met een hoofdletter beginnen, leren ze op school. Dus dit is echt best wel een redelijke fout die je dan maakt. Je zou denken dat een computer dat wel gewoon kan repareren. En P is een P, hoe moeilijk is het nou? Nee, zegt Python. Nee, print is not defined. Nou, dit gaat nog wel, hè? Want dit is ook wel bijna Nederlands. Print is niet gedefinieerd. Dit gaat nog wel. Maar hier is nog een ergere. Hier is iemand het laatste haakje sluiten vergeten. Je denkt, ja, het is toch heel duidelijk, computerapparaat, wat ik hier bedoel. Ik kan je toch wel gewoon wel lezen? Nee. Wat zegt Python dan? Syntax error. Unexpected EOF while parsing. Leraar, wat is parsing? Ja, kinderen, daar gaan we nou niet over hebben. Ja, dus dat is veel te ingewikkeld. Je stelt hier opeens allerlei commando's, allerlei concepten komen opborrelen, waar ik nu helemaal niet over wil hebben. Hier is er nog eentje. Nee, maar mevrouw, ik heb het nu echt perfect gedaan. Het is 100% zeker wat op het briefje staat. Ik heb het 6 keer gecontroleerd. Het is zeker weten goed. Ai, een spatie. Een letterlijk onzichtbare fout. Dus dit is gewoon exact wat er staat in de spatie. Het kan toch niet zo zijn dat de computer dit niet kan lezen? Ai, syntax error, indentation error, unexpected indent. Ja, wat is een indent? Ja, maar daar wil je het nu niet over hebben in die eerste les. Dus allerlei concepten die springen eigenlijk je klas in. Maar daar zijn ze nog niet aan toe. Ik dacht, potjantorie. Dit is echt zo moeilijk. Dus die leerlingen vonden het moeilijk en ik vond het ook moeilijk. Ik dacht, ja, hoe kan dit nou zo moeilijk zijn? Hoe? En toen werd ik een beetje soort van gedesillusioneerd / helemaal generdsniped. Van, maar hoe kan iemand iets leren? Hoe is het mogelijk dat iemand ooit iets kan leren? Want deze kinderen kunnen wel lezen en schrijven en rekenen. Dus het is mogelijk dat er iets in dat brein gaat, maar niet zo. In ieder geval niet met mij als leraar en niet met Python als programmeertaal. Want dit is veel te moeilijk. Waarom is dit nou zo moeilijk? Nou, en toen stond ik een beetje op een soort van crossroads in mijn carrière. Wat nu achteraf is allemaal heel leuk en een soort van succes geworden. Maar toen was het helemaal niet zo heel erg leuk. Want ik zat een beetje zo van, ja, ik moet eigenlijk onderzoek doen naar informatica. Daar ben ik voor aangenomen. En het is de bedoeling dat ik allemaal software engineering dingen ga zitten maken. Ik deed onderzoek naar IDE's bouwen en zo. Dat moest ik eigenlijk doen. Maar ja, ik was ook helemaal van, ja. Maar ik wil gewoon per se weten hoe dat mensen iets leren. Met dan als doel om die kinderen beter les te kunnen geven. Ja, wat nu? En dan hoop je, als ik dan zelf mijn autobiografie aanschrijf over 20 jaar. Dan gaat het, nou, op een dag werd ik wakker. Hè? En toen dacht ik, nou, dit ga ik allemaal anders doen. Maar zo ging dat in de praktijk natuurlijk helemaal niet. Ik ging gewoon een jaar lang gewoon heel ongelukkig zijn. En helemaal niet aan mijn werk werken. En iedere dag denken, oh, ik vind dat werk helemaal niet leuk. Oh, ik wil eigenlijk iets anders doen. Nou, het was helemaal niet zo één moment. Maar op een gegeven moment was het wel duidelijk dat ik dacht, ja, maar ik kan gewoon niet deze vragen uit mijn hoofd zetten. Ik moet hier gewoon aan verder werken, want ik wil dit weten. Dus het volgende stukje van mijn praatje ga ik jullie een beetje meenemen in wat ik geleerd heb in de jaren dat ik daar helemaal in ingedoken ben. Hoe leren mensen eigenlijk dingen? Omdat ja, dat gewoon een vraag was waar ik zelf zo mee zat. We weten niet zo heel erg veel precies over wat er gebeurt in je brein als je programmeert. Maar we weten gelukkig wel heel veel over wat er in je brein gebeurt als je ander soort informatie verwerkt. Specifiek weten we echt superveel over wat er in je brein gebeurt als je tekst leest, natuurlijke tekst. En er wordt wel steeds meer onderzoek gedaan. Dus bijvoorbeeld een Duitse wetenschapper, Janet Siegmund heet zij. Zij stopt echt programmeurs in een MRI-scanner. En dan moeten ze code lezen terwijl hun brein gescand wordt. Echt zo cool. Dus heel langzaam zijn we daar wel theorieën voor aan het ontwikkelen. Maar gelukkig weten we wel al zoveel over hoe je brein in het algemeen informatie verwerkt. Dat we daar heel goede conclusies ook wel over kunnen trekken over hoe het gaat bij programmeren. Weet je nu hoe frustratie er op een MRI uitziet? Ja. Nee, maar dat is echt wel heel interessant. Want je ziet dus dat wat uit die onderzoeken komt, in eerste instantie, dat zowel je taal als je rekencentrum allebei aanstaan bij programmeren. En dat is wel heel erg leuk, omdat wij zelf toch als programmeurs vaak wel
toch ons meer aan de beta-kant voelen. Toch wel echt wiskunde en puzzeltjes vaak heel leuk vinden. Maar het is allebei heel belangrijk. Wat ook wel weer over diversiteit natuurlijk zegt. Dat er misschien mensen zijn waarbij die taal heel sterk ontwikkeld is. Die we nu in onze community nog niet aantrekken. Omdat we dat onszelf zo niet zien. Dus, wat gebeurt er in je brein als er informatie binnenkomt? Als er informatie binnenkomt, zoals nu mijn stem en mijn slide zo in jullie ogen en oren, dan komt die informatie als eerste in je korte termijn geheugen. En daar is al heel lang heel veel onderzoek naar gedaan. In de jaren 50 van de vorige eeuw was er al een wetenschapper die heette George Miller. En die deed daar al onderzoek naar. En die zei toen al dat je korte termijn geheugen super klein is. Echt heel erg klein. Maar tussen de 5 en de 9 elementen kunnen er in je korte termijn geheugen. En dit is een heel beroemd paper, dat ken je heel misschien als je een achtergrond in de psychologie hebt. Dat heet de Magic Number 7 plus or minus 2. Dus dat is die 5 en die 9. En waarom noemt hij dat een magic number? Hij zegt, ja, eigenlijk iedereen zijn korte termijn geheugen is hetzelfde. Niemand heeft een beter geheugen dan iemand anders. Iedereen heeft echt een bizar klein korte termijn geheugen. En omdat het natuurlijk leuk is als jullie een beetje meedoen, want jullie moeten die lunch nog steeds verwerken, gaan we een klein beetje verplichte publieksparticipatie doen. Dus wat gaan we doen? Er komt zo dadelijk een zinnetje in beeld, maar een heel kort zinnetje, 3 woordjes. En dan komt er heel kort in beeld en dan moeten jullie even proberen om dat te onthouden. Dus heel simpel, 3 woordjes, jullie kijken goed, jullie onthouden dat en dan gaat het woordje, het zinnetje weer weg. En dan reproduceren jullie even dat zinnetje voor mij. Zijn jullie klaar voor om even te doen? Go. Ja, komt ie? Dat was de moeilijke spelcode. Ja, dat was lastig. Dus jullie hebben natuurlijk ook wel door dat ik jullie een beetje zit te foppen. Want ik had nog niet het hele plaatje helemaal behandeld. Die informatie die in je brein komt, die komt in je korte termijn geheugen. Maar je korte termijn geheugen is niet het enige wat daarboven zit in die krentenbol. Daar zitten nog meer elementjes in. En één stuk daarvan is je werkgeheugen, je working memory. En als je je korte termijn geheugen een beetje kan zien als je RAM, dan is je working memory is je processor. Dus die is niet zozeer voor het alleen onthouden van informatie, maar ook voor het verwerken en het organiseren van informatie. Dus die informatie komt in je korte termijn geheugen, dan gaat die als het ware door naar je werkgeheugen. En je werkgeheugen die belt dan even op naar je lange termijn geheugen. Zegt, hey, lange termijn geheugen, ik zie hier iets. Ken jij misschien iets wat hierop lijkt? En je lange termijn geheugen geeft dan informatie die gerelateerd is aan de informatie waar je naar aan het kijken bent. En daar ging het natuurlijk met dat eerste zinnetje een beetje spaak. Dus omdat ik jullie gefopt heb, zal ik jullie nog een tweede kans geven. Een tweede zinnetje, zelfde trucje, je krijgt een zinnetje in beeld, heel kort, je moet het onthouden. En dan gaan we kijken of nu er wat meer gebeurt, omdat het een ander soort zinnetje is. Daar komt-ie. Dat was, als het goed is, iets makkelijker. Het was nog steeds moeilijk, maar het was makkelijker, want het waren letters. En als het goed is, ging je lange termijn geheugen... Letters! Ja, dat was toch veel toch? Letters! En misschien was het zelfs wel, want het was ABK. Misschien dacht je geheugen eerst wel ABC. Ja, want het lijkt erop en dat is wat je verwachting is. Dus je merkt dat je lange termijn geheugen geactiveerd werd en dat er een soort van herkenning was. Terwijl bij dat eerste zinnetje dat jullie echt allemaal zo zaten van... Oké, nou, leuk. Dan gaan we er nog eentje doen. Nog eentje nog, om aan jullie te laten zien dat het absoluut zeer wel mogelijk is om zo'n kort zinnetje in een halve seconde te onthouden. Dat kan je gewoon. Als je maar genoeg voorkennis hebt. Hier komt-ie. Het gaat iedereen lukken. Oh, niet foto's maken, hè? Niet cheaten. Het moet wel echt op je brein aankomen. Komt-ie. Maar zie dus het verschil, hè? Tussen je hebt veel voorkennis... En je weet helemaal niks. Hè? Dit was cat loves cake, dat was heel makkelijk. Maar jouw brein onthoudt natuurlijk niet hè, zo'n half rondje en een rondje met een fiepeltje eraan en een kruisje en een streepje. Zo werkt dat niet. In één keer haal je die concepten gewoon uit je korte termijn geheugen. Dus het gaat letters, woorden, concepten. En hoe snel gaat dat? Het was nog geen halve tel in beeld en toch lukt het. En dit is denk ik wel de eerste takeaway ook meteen een beetje richting programmeren. Ik doe best wel veel trainingen ook voor bedrijven en dit cat loves cake, dat wordt ook een beetje vocabulair bij mensen die ik getraind heb. Omdat als je bijvoorbeeld een junior aan het onboarden bent, of zelfs een senior, maar iemand die nieuw komt in een codebase waar jij in werkt. Hè, dus jij kijkt dan naar cat loves cake code. Hè, dus jij opent je codebase en zegt, hey nieuwe medewerker, kijk nou hier is de klas en daar is een factory en dit is allemaal wat doen. En hier hebben we al wat API calls en hier zit onze UI code. Ja, is duidelijk toch? Jij kan vanmiddag nog maar wat tickets closen. Succes! Hè, maar dus die ander kijkt echt naar iets anders.
He, dus als je niet veel van die codebase weet, dus je weet niet de domeinconcepten, je bent misschien net niet bekend met de programmeertaal, het is misschien net in een andere IDE gepresenteerd dan jij het gewend bent, en dan ziet het er gewoon uit als hiërogliefen. En dan soms, dan kom je na 3 dagen kom je weer bij zo'n junior en zo van, oh, hoe gaat het? En dan is gewoon niks is blijven plakken. En dan denk je, ja, maar hoe kan dat nou? Ik heb dat toch aangewezen. Want kijk maar, hier zit de fout. Je hoeft alleen maar hier in deze regelcode hoef je het alleen maar te veranderen. Maar het is dus soms echt niet mogelijk dat het blijft plakken. En dus niet dat jullie echt 6 IQ-punten erbij hebben gekregen, hè, in 2 minuten. Dus het is niet het verschil tussen heel ervaren zijn of heel slim zijn. Het is puur langetermijngeheugen, kennis die je hebt. Als je kennis mist over iets waar je naar kijkt, dan is het gewoon roef. Eén oor uit, één andere oor uit. En dan blijft het echt niet plakken. Dus dat is meteen wel iets, denk ik, om mee te nemen. Specifiek als je mensen optraint in een bepaalde codebase. Zorg ervoor dat je ze genoeg kennis ook aanreikt. Want anders blijft het gewoon niet plakken. En dan kan je dat eerste zinnetje, nou dan kunnen wij 1 uur optrainen en dan hebben jullie het nog steeds niet onthouden. Als jullie niet naar huis mogen voordat jullie dat af hebben, dan lukt dat lukt gewoon niet. Dus, en dat heeft puur alleen met voorkennis te maken. Dus die 3 stukjes in je brein, die leiden ook tot heel ander soort verwarring. En iets anders wat heel erg leuk is in bedrijven die ik heb getraind, is dat ze heel vaak als je mensen een stukje code geeft dat ze nog niet kennen, zeggen ze, oh dat is ingewikkeld, ik snap het niet. En maar dat is ook een vocabulaire wat je een beetje kan veranderen. Want er is echt een heel groot verschil tussen verschillende soorten code die je niet begrijpt. Bijvoorbeeld, laten we dit stukje APL-code er eens bij pakken. Wie kan de APL? Wie heeft er wel eens ooit APL gezien? Was dat niet met dat aparte toetsenbord? Een paar mensen, ja, klopt. Dus dit is een stukje APL. En als ik aan jullie vraag van wat doet dit programma? En dan kan je wel zeggen, ik snap het niet, maar er is eigenlijk geen snappen aan. Want ja, die tweetjes, nou, daar zijn tweetjes. En er staat een N, ja, dat zal wel een getal zijn dan. Hè. Het zal misschien een geheel getal zijn. Maar het is niet echt snappen, het is puur weten. Want zolang jij niet weet wat dit T'tje doet, weet je niet wat het programma doet. Dus hier kan je eigenlijk niet eens over zeggen, ik snap het niet. Dus ik ben mezelf ook een beetje aan het trainen om dat minder te doen en niet te zeggen, ik snap dit niet, maar ik weet dit niet. Ik weet niet wat dit ding betekent. Ik zou het wel kunnen begrijpen als iemand mij zou vertellen wat het is. Ik snap het wel, maar ik weet het niet. Dat zijn echt verschillende dingen. Dus dit is een heel specifiek lange termijn geheugenprobleem. Ik was toevallig van de week bezig met een stukje code en daar zat een concept in, een teletan. Een teletan, ja, dat is een of andere code die je nodig hebt om iets te certificeren. Ja, een teletan. Ik weet niet wat dat ding is. Ja, dus dan kan je heel lang over nadenken en 20 keer die code lezen. Maar ja, kom beter even in de documentatie op gaan zoeken wat een teletan is. Dan kom je verder mee dan 10 keer die code doorlezen. Maar dat kan dus alleen als je je realiseert dat het een langetermijnprobleem is. Dat het echt een geheugenissue is. Je weet het gewoon niet. Hier is een heel ander soort probleem. Wie is in het publiek wie zegt, ik ben echt een Python developer? Oh, so lonely. Oké. Okay. En wie zegt, ik ben een meer Java of C-sharp-achtig background? Oké. Okay. Nou, maar dat is goed, want dan is deze voor jullie. Top. Dus voor de Python mensen telt dit minder. Als je een Python developer bent, dan zie je dit zo ongeveer in 1 keer. Dit is ongeveer cat loss cake. Het is een heel Python-achtig ding. Een list comprehension. Wij zien die in 1 keer. Maar als je dit niet gewend bent, deze manier van dingen weergeven, dan gebeurt er best wel veel. Dan heb je customer names en dan heb je een first name en je hebt een for en die if staat aan het einde en er staan nog rechte haakjes aan. Wat gebeurt hier nou precies? Dat duurt even voordat je die lekker te pakken hebt. Dus afhankelijk van je voorkennis is dit een korte termijn geheugen issue. Er staan heel veel elementen en die passen misschien niet in je korte termijn geheugen. Hier heb ik nog een 3e programma, wat nog weer een heel ander soort probleem is. Dus dit is niet zozeer een issue, dit stukje basic code. Ja, dus hier is, het probleem is niet je lange termijn geheugen, denk ik. Want de meeste mensen herkennen alle keywords. Hè, een let, en een for, en een print, en een return. Dus je lange termijn geheugen zegt, nou ja, hier is wat een for loop is en een return. Dat lukt wel. En je korte termijn geheugen, dat gaat ook wel. Het zijn niet per se heel veel dingen die daar gebeuren. Dat kan je nog wel verwerken. Maar wat gebeurt hier nou? Het lukt eigenlijk niet om dit in je werkgeheugen te doen. Wat je nu waarschijnlijk aan het doen bent, dat is iets dat noemen wij cognitive compiling. Dus jij speelt de compiler. Dat is het enige wat je kan doen. Dus als je dit echt, als ik echt zeg, nou, als ik geef 100 euro, als jij mij vertelt wat dit programma doet, dan moet je eigenlijk wel door doorheen steppen. Dan moet je zeggen van, nou ja, wat gebeurt er als N7 is? Nou, dan laat ik dat maar eens even zo doorlopen in mijn hoofd. Nou, dan wordt dit 3. Oh, dan wordt dit de string 1. Dan ga ik dat heel langzaam doorlopen en dan kom je er uiteindelijk wel uit. Maar dit is dus niet een kwestie van, ik weet het niet. Dit is echt een kwestie van,
ik kan dit niet zo vlot verwerken. Wat een heel ander soort verwarring weer is dan die andere twee verwarringen. En het leuke is, als je eenmaal bij jezelf die verschillende verwarringen kan herkennen en benoemen, en ook bij een ander, als je daar iets verder in bent, kun je ook zien dat er heel andere soorten oplossingen zijn voor die verschillende verwarringen. En want als dit je verwarring is, als er een concept is wat je helemaal niet kent, wat niet in je langetermijngeheugen zit, dan is er eigenlijk niet een andere oplossing dan goed zorgen dat dat in je langetermijngeheugen komt. En dus bijvoorbeeld oefenen. Syntax oefenen, nou, dat is iets wat we helemaal niet gewend zijn als programmeurs. Heel vaak zeggen we, nou, hè, syntax kan je het gewoon googlen. Gaat het gewoon niet uit mijn hoofd zitten leren. Maar je hebt gezien met die drie zinnetjes hoeveel sneller je iets kan verwerken als het goed verankerd zit in je langetermijngeheugen. Dus syntax oefenen, bijvoorbeeld iets wat wij doen met flitskaarten, dat ken je misschien wel van taal leren. Dan doe je aan de ene kant Frans en aan de andere kant Nederlands. En dan ga je gewoon woordjes oefenen. Dat kan je ook doen met syntactische concepten of met domeinconcepten. Een stapeltje met alle domeinwoorden. Ik hoorde al dat sommige mensen die ook doen. Al je hele ubiquitous language op een paar kaartjes en aan de andere kant de definitie. En trainen maar. Klinkt heel suf, maar het is zo ontzettend effectieve manier om sneller door de code heen te kunnen. En als je dan APL aan het leren bent, nou ja, dan zet je dus aan de ene kant het T'tje. Dan zet je aan de andere kant wat het betekent. Als je heel graag APL wil leren, nou, dan kan je zo al die concepten leren. Als je een korte termijn probleem hebt, zoals dit stukje Python. Ik moet steeds deze kant op klikken. Zoals dit stukje Python, een manier waarop je hiermee om kan gaan. En dat is altijd heel erg als je niet een Python-programmeur bent, maar meer uit de Java, C-sharp kant komt. Dan zeg je, ja, ik vind dit geen fijne manier. Want deze manier zit nog niet goed in mijn lange termijn geheugen. Dus ik ga het gewoon omschrijven. En dit tweede stukje is waarschijnlijk, als je uit de Java C-community komt, veel meer iets wat meteen aansluit bij je lange termijn geheugen. Heel expliciet, ik maak een lijstje, ik loop over het lijstje en er zit een filter in de loop. Veel makkelijker te herkennen, omdat je waarschijnlijk zo'n patroon veel vaker hebt gezien dan dat bovenste patroon. Dus zo'n meer bekende vorm betekent dat je het sneller kan verwerken. Terwijl het precies hetzelfde doet en dezelfde ingrediënten hebt. Je hebt het alleen maar in een andere vorm opgeschreven. En dit noem ik in mijn boek een cognitive refactoring. Dus het is wel een refactoring, want het gedrag van de code verandert niet. Maar je doet het niet om de code beter te maken. Je doet het alleen maar om de code dichter naar jou toe te bewegen. Sommige mensen, als ik zo'n praatje geef, zeker voor mensen een beetje uit functional programming, hoe komen die allemaal zo te gillen en schuimbekken. You're making it worse, zeg maar. Dit is geen refactoring, want dan wordt het slechter. Maar het is helemaal niet bedoeld per se om in te checken. Het is gewoon bedoeld om het zo te schrijven dat het nu voor jou makkelijker te verwerken is. En het boek heeft daar een heel hoofdstuk over, dit soort cognitive refactorings. Een ander voorbeeld van iets wat mensen geen refactoring, een anti-refactoring zouden noemen, is bijvoorbeeld een methode inlinen. En dus als jij een onbekend stukje code aan het lezen bent en er staat grab data en dan process en dan execute of zo. Ja, dan kan je dat lezen en denk je, ja oké, data, processen en executen. Als ik dat dan wil lezen, dan moet ik dus naar die methode toe navigeren. Dat is hartstikke cognitief heel zwaar. Dan moet ik daar die methode lezen en dan moet ik weer terug in mijn IDE. Kun je beter, heel veel IDE's kunnen het ook automatisch inlinen in die handel. En dat is natuurlijk niet om in te checken, want we hebben spaghetti code, dat willen we niet. Maar als je op dat moment even de code aan het lezen bent, kun je alles inlinen en dan in één keer gewoon van boven naar beneden lezen wat er staat. Veel minder zwaar, cognitief gezien, voor je brein. En in sommige gevallen, soms is het wel eens zo dat zo'n refactoring al juist wel beklijft, omdat het misschien eigenlijk helemaal niet zo handig is dat dingen op heel veel verschillende plekken staan. Een beetje afhankelijk van de context. Maar dat is dus een hele ander soort oplossing dan, oh, ik lees deze code en er gaan 10 domeinconcepten die ik niet beheers. Dan ga ik die domeinconcepten lezen. Oh, deze code, ja, ik snap het wel ongeveer, maar het is op zo'n rare manier vormgegeven. Dan ga ik de code herschrijven. Heel ander soort oplossingen. Deze verwarring heeft weer een ander soort oplossing. Dus als je een stukje code aan het lezen bent waarvan je denkt, ja, ik herken alle ingrediënten. Ik zie niet meteen hoe ik dit op een betere manier kan herschrijven, want ik weet niet eens goed wat het doet. Dan kun je alleen maar eigenlijk vaststellen dat je werkgeheugen vol is. En dat is ook weer iets. Als ik dan heb over een vocabulaire hebben voor je eigen verwarring. Vroeger keek ik naar dit soort code. Nou ja, goed, niet naar dit soort code, maar dan iets wat meer hierop lijkt in productie. En dan dacht ik, oh nee, ik kan het niet. Het is te moeilijk. Ik ben te stom om dit te leren. En dan werd ik gewoon alleen maar heel gefrustreerd. En nu denk ik, nou, is gewoon mijn werkgeheugen is vol. Geen probleem. Iedereen heeft een heel klein werkgeheugen. Ik ga gewoon wat van mijn werkgeheugen offloaden naar papier. Bijvoorbeeld papier. Je zegt, nou, ik ga heel systematisch een tabelletje maken. Ik weet niet wat dit doet. Ik kies één waarde uit
En dat ga ik doorlezen en dan ga ik stap voor stap zeggen, oké, welke waarde heeft hij nu in de initialization phase? Oké, gaan we de loop door. Nou, welke waarde krijgt hij dan? Stap voor stap kun je zo een beeld vormen van die code en dan krijg je veel meer begrip over wat er staat. En dat kan natuurlijk op papier, maar daar kan je RDE je ook bij helpen. Je kan ook een aantal waarden erin geven en watches zetten en die debugger gebruiken. Maar je moet je realiseren dat als je 5 keer een stuk code leest en je snapt het nog steeds niet, dat nog een 6e keer die code gaan lezen waarschijnlijk niet gaat helpen. En dat het te complex is en dat je dus iets moet doen om je werkgeheugen te ondersteunen op een manier, ofwel op papier of in de IDE. Dus die verschillende verwarringen, die zijn echt heel anders van aard. En als je die bij jezelf kan herkennen, en ook als je die bij iemand anders kan herkennen, bijvoorbeeld iemand, een collega die je aan het onboarden bent, dan word je heel veel effectiever, omdat je veel makkelijker dan kan zeggen van, oh, hé, maar ik zie dat je helemaal in de war bent. Weet je eigenlijk wel wat deze woorden betekenen? Oh, maar als dat maar het probleem is, dan vertel ik even wat de definitie is. Dan kan je weer verder. Of, oh, ben je niet zo bekend met een list comprehension? Nou, dan herschrijven we het toch even, dan zie je het wel. Het zijn heel andere soorten oplossingen en daar kan je pas mee verder als je weet wat ze zijn. Dus, dit stuk was afgevinkt. Ik wist hoe mensen leerden en ik was wel licht overboord gegaan. Want niet alleen dacht ik, nou, ik wil het wel echt heel graag weten, maar toen dacht ik, wow, volgens mij is het best wel handig als alle andere programmeurs in de wereld dit ook weten. Want het is eigenlijk heel raar, toch? Als je informatica studeert of als je leert programmeren, zeggen we altijd, oh, maar programmeren verandert zo snel. En je moet altijd steeds nieuwe frameworks en programmeertalen bij blijven leren. Maar hebben we dan een vak over leren? Nee, dat is helemaal niet handig dat we niet weten hoe we moeten leren. Dus toen dacht ik, oh, ik ga een boek schrijven. En dan ga ik tegen iedereen zeggen, zo moet je leren. En dan ook heel specifiek in de context van programmeren. Want iedereen kan natuurlijk op zich, al die informatie die ik gelezen heb, zou iemand anders ook kunnen lezen. Maar dan moet je zelf ook alle moeite doen om dat weer toe te passen op code. Dus ik dacht, nou, ik ga een hele korte, dunne samenvatting schrijven van wat belangrijk is over hoe mensen leren. En dat dan toepassen op programmeren. En dan andere mensen hoeven dan niet 5 jaar van hun leven eraan te besteden. Maar kunnen gewoon best wel, het is een dun boekje. Kunnen gewoon 3 maanden of zo een avond in de week lezen. En dan heb je ook ongeveer de gist te pakken. Dus dat was goed. Maar ik was wel een beetje gesidelined door dat boek te schrijven. En inmiddels was mijn carrière wel ook nog verder in het slop geraakt. Dus dat was allemaal niet zo heel goed. Dus toen dacht ik, ja, wacht eens even. Waarom kwam ik weer boven, zeg maar zo? Waarom deed ik dit ook alweer? Wat was ik ook alweer eigenlijk aan het doen? Oh ja, ik wou dit eigenlijk allemaal leren, zodat ik dan programmeren voor kinderen beter kon maken. Dat was eigenlijk mijn doel. En daar ook, ja, ik heb misschien de neiging om een beetje te overdrijven als ik dingen doe. Dacht ik, oh, maar nu weet ik hoe het moet. En nu ga ik op basis van alles wat ik heb geleerd in mijn boeken een programmeertaal voor kinderen maken. Op basis van al die cognitieve principes. Dus ja, dat had ik ook gedaan. Dus dat is Hedy. Misschien sommigen van jullie kennen het al. Ik ga er een heel klein stukje van laten zien voordat we naar de Q&A gaan. Dus dit is Hedy. Dit is een programmeertaal specifiek gemaakt voor kinderen of voor mensen die aan leren programmeren zijn. Waarbij ik al die dingen die ik dus weet over hoe je brein werkt, hierin verwerkt heb. Dus als je naar Hedy kijkt, dit is level 1 van Hedy. Dan kan je gewoon doen print hello. En dan hoef je dus niet haakjes en niet aanhalingstekens. Dat hoeft allemaal niet. Je doet gewoon print hello en dan krijg je aan de andere kant. Hier heb je code aan de ene kant en aan de andere kant krijg je output en dat doet het gewoon. En het fijne hiervan is dus dat kinderen of leerders hun cognitieve belasting helemaal niet zo hoog is. Want als je print moet typen en haakjes en aanhalingstekens moet je aan zoveel tegelijk denken dat je helemaal afgeleid raakt. Dus dit is eigenlijk heel clean. Zeg gewoon nou print hallo en print welkom en dan wordt het uitgeprint. En wat we ook hebben, en dat maakt ook weer heel erg veel uit cognitief, is dat de lessen voor leerlingen meteen in de interface zitten. Want een van die andere kleine dingen die heel veel cognitieve belasting veroorzaken in een programmeerles, is als je van die boekjes voor kinderen op papier hebt, dat het kind dan steeds moet kijken. Oh, wat moet ik ook weer programmeren? Oh, even op mijn boekje kijken. En dan moet ze weer op het scherm kijken. En dan zijn ze de helft alweer vergeten. En dan moeten ze weer terug. Het is een heel kleine frictie, maar heel onnodige frictie. Dus wat hebben we daarop? We zeggen hier gewoon bovenaan, dit zijn de dingen die je moet doen. In dezelfde interface. Je hoeft nooit de interface te verlaten. Je hoeft niet eens te googlen, want we hebben hier ook nog een cheat sheet. En als je daarop klikt, dan laat hij alle commando's zien die in dat level zitten. Dus alles is een soort one-stop shop. Je hoeft niet met je ogen uit deze browser ooit, want alles staat hier. En dat maakt dus heel veel verschil in het begin. Want als je nog niet zoveel weet, is het ook echt heel belastend om iets te gaan moeten opzoeken op internet. En wat we ook hebben, dat was natuurlijk wel mijn allereerste pijn, hè, van die foutmeldingen. Foutmeldingen die best wel goed te lezen zijn, al zeg ik het zelf. Dus hier heb je per ongeluk een foutje gemaakt, dat was wat rood. En dan zeggen we, print is not a heady level 1 command. Did you mean print?
Omdat het een hele kleine, simpele syntax is, kunnen we ook heel goed gokken wat hij misschien wel bedoelt. En is dit dus een hele actionable error message. Als je een kind deze fout geeft, dan denk ik, oh nou, ik denk dat hij wel weet hoe dat hij verder moet op basis van deze fout. Terwijl als er bij een kind in beeld staat, unexpected syntax error, unexpected IOF of zo. Ja, dan kan je niet als docent denken, nou, staat toch wat je moet doen. Ik ga even verder kijken bij de rest. Dan moet je er eigenlijk wel bij blijven. Terwijl dit best wel te consumeren is voor een kind. Wat we ook hebben in level 1, wat ik ook zei, hè, dat alleen maar tekst op een scherm misschien voor ons heel exciting was toen wij 10 waren, maar dat is nu echt niet meer zo heel erg leuk. Dus we hebben ook een aantal features die het dan nog net iets interactiever maken. Dus je kan ook iets vragen met een commando die heet ask. En dan doet hij what is your name. En als je dan iets invult, bijvoorbeeld Feline, dan vult hij antwoordt hij met die ja, hallo, die print hij er dan voor. Dus heb je meteen een beetje user interaction. Dat we meteen aan kinderen laten zien, hey, kijk, programmeren. Er is ook zoiets als een gebruiker en die kan iets invoeren. En dat is dus hele eenvoudige syntax. Je hoeft alleen maar ask en dan echo te typen. Als je dit in Python zou willen doen, dan moet je dit doen. En zie je het verschil tussen dit en dit. En als je dit wil doen met een kind, dan zijn de meesten zo afgeleid door al die komma's en haakjes en punten en aanhalingstekens, dat ze helemaal niet meer op het concept van I.O. bezig zijn, maar helemaal gewoon ja, op dat toetsenbord blijven rammen totdat Python ophoudt met schreeuwen dat er iets mis is. En misschien doet het dan iets. In ieder geval is er geen foutmelding meer. Dan zijn ze gewoon blij, er is een foutmelding. Ja, wat heb je nou eigenlijk gemaakt? Ja, dat weet ik niet, maar nu is het goed. Door naar de volgende opdracht. Wat ik zei is dat Hedy met levels werkt, dus in plaats van de hele programmeertaal in één keer aan te bieden, doen we dat in kleine stapjes. Dus in level 1 is er alleen maar ask en echo en dan in level 2 voegen we variabelen toe. Dus in level 2 kan je doen naam is Hedy en leeftijd is 15 en dan kan je gewoon doen print name is age years old en dat doet het gewoon. Nu denk je als programmeur, denk je, wow, stop! Maar hoe weet je dan wat string is en wat de variabelen nou, het maakt het niet uit. Ja, op dit niveau maakt het nog niet uit. Dus wat we alleen maar aan kinderen willen leren is, er is zoiets als het idee dat je iets kan opslaan in de computer en dan geef je een naam en die computer onthoudt dat. En hier zitten wel interessante problemen aan, want als je natuurlijk nu doet my name is name, ja dan werkt het niet. Dan krijg je my Hedy is Hedy als die je naam Hedy is. Maar dat geeft niet, want dan creëer je ook een soort probleem wat je later op kan lossen. Het is dus onhandig dat je niet dat verschil kan maken. Was er maar een stukje syntax dat probleem oploste. En dat hebben we dan in level 4. Dus in level 4 voegen we die aanhalingstekens toe. Hey, dat is handig. Nu kan je ieder woord gebruiken, ook een woord wat al een variabele naam is. En zo bouwen we langzaam op totdat level 18 een subset is van Python. Dus we gaan echt zo heel langzaam steeds een beetje erbij. En dan uiteindelijk dan wordt het Python. Dus bijvoorbeeld in level 7, dan voegen we ook herhaling toe. Dus dan kan je herhaal 3 keer doen, maar allemaal gewoon plat. Niet inspringen, niet die dubbele punt. Ja, dat is helemaal niet relevant nu. We gaan alleen maar even laten zien dat je iets kan herhalen. En dat inspringen en die dubbele punten, dat doen we later. We gaan nu gewoon alleen maar eventjes herhalen. En wat ook heel erg leuk is aan Hedy, en ook wat steeds een groter onderdeel wordt van Hedy, is dat het ook in meerdere talen werkt. Dus je kan bijvoorbeeld ook in het Spaans programmeren. Dus dan worden al je codes worden Spaans. En dat doet het ook. Al je foutmeldingen worden dan ook Spaans. De hele UI wordt Spaans. En hier was ik al best wel was ik tevreden over. Dat we waren in het Nederlands beschikbaar. En toen ook in het Frans en in het Spaans en in het Duits. Dus toen dacht ik, wauw, nou, dat is best wel cool, al die talen. Maar een van mijn beste vrienden, die komt uit Palestina. En die zei, zo Hermans. Best wel indrukwekkend, ja. Links naar rechts en Latijnse alfabet, ja. Zo, echt knap. Dus ik zo, ja, gast. Je bedoelt toch niet serieus te vragen dat we het in het Arabisch moeten maken? Hij zo, ja, maar waarom eigenlijk niet? Nou ja, ik zei al dat ik een neiging heb om me licht te overdrijven als ik dingetjes doe. Dus ja, Arabisch doet het nu ook. Dus ja, alles is in het Arabisch. En we hebben nu dat we Arabisch hebben toegevoegd, ook nog andere rechts naar links talen. Dus we hebben nu ook Hebreeuws en Urdu en Farsi, want ja, als je die moeite eenmaal hebt gedaan, dan zijn andere talen minder moeite. En dit is dus ook een beetje licht uit de hand gelopen. Dus er zijn in 34 verschillende talen beschikbaar en wordt ongeveer door 10.000 kinderen per dag gebruikt, Hedy. Dus dat is ook wel weer een leuk effect van mijn hele... Ja, dus we hebben ook Chinees, Japans, Koreaans, Hindi, Bengali. Dus ook nog andere talen die niet non-letterlijk zijn. Nou, dat was wat ik met jullie wilde delen. Ik weet niet of mensen nog op Twitter zitten, maar als ze op Twitter zitten, ik zit ook op Twitter, dan ik ben @Feline. Mijn website is feline.com.
Als je denkt, ik wil ook heel graag het boek lezen, dan kan je naar verline.com/boek gaan. Als je het nog wil kopen, is dit wel de beste link, want het is een affiliate link, dus dan krijg ik nog 10 cent of zo extra. Dus dat is extra goed. En als je meer over Hedy wil weten, dan kan je gewoon naar verline.com/Hedy gaan. Het is open source, want ik heb natuurlijk niet al die 34 talen zelf mezelf. Zo gek ben ik nou ook weer niet dat ik zelf Arabisch heb geleerd. Dat is allemaal open source aan de community die die talen vertaald heeft. Dus als je misschien een taal spreekt die we nog niet hebben, of als je het leuk vindt om aan een open source project bij te dragen, wat heel veel gebruikt wordt en toch wel ook wel een beetje groundbreaking is op het gebied van programmeertalen ontwerpen, dan ben je van harte welkom ook om mee te werken aan Hedy.